held van deze week zet zich in voor jongeren in Almere. Arshil Thompson helpt Antilliaanse jongeren met hun sociale vaardigheden. Wij bedoel ik Antillianen. Wij zijn niet van ons emotie laten tonen, weet je. En ik merk bij niet alle Antillianen, maar heel veel Antillianen, omdat wij niet onszelf goed kunnen uiten, denk ik. Misschien dat was taboe vroeger. En dat is toch een soort van probleem. Arshil ontmoet de Antilliaanse jongeren elke week in zijn vrije tijd. Hij merkte al direct dat de jongeren moeite hadden met zichzelf te uiten. Aan hun houding, dan merk je dat. Je. Er zitten dingen mee en die merken al in hun houding en geschreeuwd en niet willen wachten op een antwoord. Ik ben blij dat ik dat tegen jullie zeg, dat ik nog wil komen. Nee, maar klopt, dat vind ik toch. Wat ik heel veel met hun doe, is heel veel praten. Heel veel praten en dan proberen toch stapgewijs toch te laten zien, weet je, van ja, je beste wapen is toch je mond en je mening. Ja. Ik vind dat jullie talent hebben, weet je, en ik zou het heel erg jammer vinden, weet je, dat weten jullie ook, weet je. Dat is, weet je, daarom hè, krijgen wij naam in bij de media van, ja, ja, die Antillianen die maken nooit af. Ja, ja, kijk, dat bedoel ik. En dan willen dat, willen zo. Nee, maar kijk. Hij heeft 10 miljoen keer heel veel geduld met alle kindjes. Nou, ze zijn best wel druk. In hun leeftijd nu is het elke keer bam, bam, bam. En met die bb, met die ping, met alles erop eraan. Hij neemt echt de tijd voor ze. Hij luistert naar ze. Hij eist niet te veel. Hij doet het op een heel vriendelijke manier. Eist hij wel, maar dan voelen de kinderen het niet. Oké, kom erbij en pak je script. Ik wil dat je gaat nadenken over je personage. Wie ben je? Wat is je verhaal? Wat heb je meegemaakt? Naast debatreeksen en andere activiteiten werkt de groep van Arshil samen met de regisseur aan een theaterstuk. Wie ben jij? Ik ben Shanti. Je bent echt praktisch bezig, hè? Je bent echt actief bezig. Je emotie kan je uiten, je kan van alles doen binnen theater, weet je. Ga door. Je hebt hem begraven. Ik heb hem niet begraven. Je hebt hem gewoon begraven. Ik heb hem niet begraven. Je hebt hem begraven. Ik heb hem niet begraven. Ik heb het nooit gedaan en ik leer zelf, zonder mee te doen, leer ik heel veel. Dus het is gewoon de hele manier van het podium en met elkaar communiceren en duidelijk articuleren. Ik ben natuurlijk sowieso de mooiste en de beste. Als je een boodschap goed overbrengt en duidelijk overbrengt, het is de manier waarop. En dat is de sleutel, zeg maar, voor alles. Hoe je jezelf presenteert. En dat zou heel veel conflicten echt voorkomen. Dat weet ik echt 100% zeker. Ja, als je pas een boek komt,